Ik ben Jolien Duin. Ik ben initiatiefnemer van het organiseren van PET Events. PET staat voor promotie-evenement techniek voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Het is een happening in een grote hal waar allerlei activiteiten plaatsvinden op het gebied van techniek. En dat is zo divers als je het zelf maar verzinnen kan. En als gevolg van de corona zaten we natuurlijk in 2020 wel met een probleem. Dus uiteindelijk moesten we iets nieuws verzinnen en toen verzonnen we in Zaanstad een online variant. Maar we wilden wel dat de kinderen iets gingen doen. Dus ook echt fysiek bezig zijn met een opdracht. Dus we hebben in iedere wereld van de zeven werelden van techniek 1 of 2 workshops bedacht. Bijvoorbeeld een zoutwaterbatterij maken. Dan hebben we de scholen zich laten inschrijven. Ze mochten dus kiezen welke ze wilden doen. Materialen geregeld. En op dag X zijn we dus van wal gegaan met een online stream. We maakten contact met de scholen via een teamsverbinding. We lieten de instructies zien en wij konden meekijken, want dat was het leuke. Dus we hadden alle leraren gevraagd webcam op de klas te richten. En af en toe dan braken we even in en dan vroegen we van nou, laat eens iets zien of lukt het allemaal, zijn er nog vragen. In één keer 51 scholen, 1850 leerlingen in een ruime ochtendtijd kunnen inspireren. Voor de eerste keer was dit echt geweldig. En daarna krijg je de leraar die blij is omdat het gewoon zo leuk georganiseerd was. Het is zoiets simpels, zeker als school zijn. Je hoeft zo weinig te doen en het heeft zo'n grote impact op de kinderen. En dat ze echt vol trots alles komen laten zien en denken, oh ja, nu weet ik het weer. Daar doen we het dus voor. De kinderen moeten blij zijn. Dat is echt het allerbelangrijkste.